In het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is een tentoonstelling te zien onder de titel Tinwinning op Biriton. De expositie toont onder andere scheepsmodellen van tinbaggermolens en maquettes van speciale objecten die gebruikt worden bij de verwerking van tin. Hoe komen we aan de naam Biriton Maatschappij en wanneer is die opgericht? De naam Biriton Maatschappij komt van het eiland Biriton, wat dus in de Javazee ligt. En die is opgericht in 1851, zijn ze begonnen, de pioniers. Maar de eigenlijke Biriton Maatschappij die is dus officieel begonnen in 1860. In 1860 werd in Den Haag dus de Biriton Maatschappij opgericht. Ja, toen was wat nu Indonesië heet natuurlijk nog een kolonie, dus vandaar dat vooral Nederlanders daar actief waren, neem ik aan. Ja, het waren prinsen, jonkheren, baronnen, de Nederlandse adel die dus eigenlijk de Biriton Maatschappij opgericht hebben. Dus. Waar hield de Biriton Maatschappij zich mee bezig? Voornamelijk in het begin met tinwinning. Tinwinning, dat was dus eigenlijk het hoofdproduct wat ze dus wonnen op het eiland Biriton. En op Banca was de Banca Tinwinning actief. Maar dat was een staatsmaatschappij. Hè? En je had nog de Sinkep Tinmaatschappij. Maar die is later opgegaan in de Biriton Maatschappij. Hoe heeft men dat tinerts eigenlijk ontdekt? Was dat bij toeval of hoe ging dat? Nee, dat was niet bij toeval. Er was in een museum in Batavia. Daar lag een blok tin, een brok. En een andere baron in Batavia, die heeft dus die pioniers eigenlijk erop geattendeerd dat er op Biriton tin was. Nou, er werd dus een onderzoek ingesteld door een Engelsman. Die constateerde dat er geen tin was, maar die heeft dus een foutje gemaakt. Want toen de pioniers op Biriton aankwamen, toen vonden ze al binnen een uur vonden ze eigenlijk tin. Zo is het dus verder geëxploiteerd. Wanneer is de feitelijke exploitatie begonnen? Was dat al kort daarop? Ja, in 1852 zijn ze dus begonnen. Toen kwamen er dus al Chinezen uit Hongkong. De lokale bevolking die wilde eigenlijk niet in de tinmijnen werken. Dus werden er Chinezen geïmporteerd. En dat zijn eigenlijk degenen die dus het zware werk gedaan hebben. En later is het dus gemechaniseerd. Ja, het begrijp ik uit uw woorden, als het om het zware werk ging, dat in het begin voornamelijk nog met de hand moest gebeuren, zal ik maar zeggen. Ja, ja, dat werd met de hand. En met schoppen werden dus in wasgoten gespoeld. En het zand, dat is zwaar lichter dan tin, dat spoelde weg. En het tin, dat bleef over. Ik wil eerst eigenlijk iets zeggen over het conserveren van deze drie maquettes. Dan hebben Jan en ik en Dick ook. We hebben eigenlijk een jaar lang gewerkt aan deze drie maquettes. En dat resulteert dus in deze drie maquettes. Dit stelt de beginfase voor. De tin en het zand, dat lag aan de oppervlakte van de rivierbeddingen. Dan werd een rivier werd er afgedamd. En het water dat werd dus door wasgoten geleid. Hierin was het heel makkelijk. Ze schepten het tin op, ja, met het zand. Zand spoelde weg en het tin werd nog een keer gewassen. En daar kwam het dan op een tinberg. En het werd ter plaatse gesmolten. Dus dat werk werd gedaan door de Chinese koelies. Nou, als dit weer leeg was, of zonder tin was, dan werd het gewoon weer afgebroken. En dan stroomde het riviertje weer gewoon in zijn oude bedding verder. Werd het toen bijvoorbeeld verplaatst naar een andere locatie? Ja, ja, dan gingen ze gewoon ergens anders weer tin winnen. He, dus dat ging over het hele eiland. Werd dat verspreid gedaan. Ja. Kunt u inderdaad ook even laten zien op welke plekken op dit eiland die ertswinning heeft plaatsgevonden? Hier in Tanjung Pandan, ja. Daarboven bij Sijuk, daar Klapperkampit. Mangar, dat was helemaal een rijk gebied aan tin. En dan hebben we hier nog Dendang en Gantung. Even kijken, daar. Dus dat waren eigenlijk de gebieden waar dus tin makkelijk winbaar was.
En er was natuurlijk nog in het binnenland ook winbare plaatsen. Ja, het was eigenlijk één rijk eiland aan tin. Ja. Als ik zo kijk naar die kaart met allemaal riviertjes, stroompjes enzovoort, ziet het er een beetje uit als een vulkaaneiland, klopt dat? Nee. Nee, het is een vlak eiland. De hoogste berg, dat is iets van 400-500 meter. Het is geen vulkaaneiland. Oh, toch niet. Maar het is wel, ja. Het graniet is natuurlijk een vulkanische oorsprong. En de tin zat in het graniet opgesloten. En door weersomstandigheden, blikseminslag en noem maar op, spoelde dat tin van de berg, van de vallei, van de heuvels, door die riviertjes naar de rivier. Ja, ja. En in de periode van 1851 tot 1872 werd er dus uitsluitend gewerkt op de oppervlaktemijnen. Dus die lagen aan het oppervlakte. Dus was gewoon het tin en het zand in de spoelgoot gooien. En het tin dat bleef over en dat werd hier op een kegel gestort. En die kegel, dat was voor de opiumdealers een sein dat het dus een rijke kolong was. Dus dat hoger dat die kegel was, dus te meer opium konden ze verpachten. Het opium, of het tin, opium, het tin dat werd vervoerd op een piepkar. En die piepkar, die had een ellipswiel. Geen rond, maar ellips. Dat betekende dat hij dus ook piepte. En dat was voor die koelies die dus met die piepkar liepen heel fijn, want dat was eentonig werk en hoorden ze onderweg nog dat piepen. Maar het was ook een teken dat er een andere piepkar aankwam. Dus ja, ja. Daardoor hadden ze dat wiel, dat wilden ze echt niet rond hebben. Dat wilden ze op die manier. Ja. Nou, en hier heb je dus een smelthut. En die smelthut, dat vuur, dat werd dus aangewakkerd door een zuigerstang van kippenveren. En daar zat er één, die zat dus voor dat oog en die gesmolten tin, dat werd dus in die gietblokken gegoten. We hebben een zuiger gemaakt van kippenveren. Nou, hier zie je de periode van 1872 tot 1907. Het oppervlakte tin, de koelie, dat was eigenlijk al opgemaakt. Hè? Want dat is natuurlijk dat je eerst de lekkerste stukjes opsnoept. Dus ze moesten dieper gaan graven om dat tin te winnen. Dat is hier eigenlijk hetzelfde principe. De rivier die werd afgedamd. Het water dat werd opgevangen. Dat ging weer door een spoelgoot. En dat kwam hier op een wiel. Wat dus de kettingpomp aandreef. En de kettingpomp die zorgde dus dat die kolom droog bleef. Die pompte het water weg. En die kettingpomp, dat is de voorloper van de baggermachine. Wij denken allemaal wel van wij Hollanders. Nee, die Chinezen, die hadden al in de eerste eeuw, hadden ze dus een kettingpomp waar ze dus ook grond mee baggerden. Dus, ja. Enfin, het hele verloop, dat werd natuurlijk in de loop der tijden gemechaniseerd. Hè. De stoommachine kwam. Dus de mijn die werd leeggehouden door stoompompen en zo bleef die droog. Dus het proces is ook weer eigenlijk precies hetzelfde. Zand en tin werd in die goot geworpen. Tin bleef over en dat ging weer naar de smelterij. Dus dat is de tweede fase tot 1907, zoiets ongeveer. We komen nu bij de derde periode aan, zie ik. Ja. En daar is ook weer het een en ander veranderd, zo te zien. Ja. In deze periode kwamen dus eigenlijk wat ze noemden de spuitbaggers. Dat waren dus eigenlijk baggermachines. Die spoten het zand en het tin spoten ze los. Want ze moesten weer dieper gaan, dus spoten ze los. Dat zand en het tin dat stroomde naar die pompkuil. En dan was er een andere spuitbagger, een pompbagger. Die pompte het mengsel van zand en water op. En die pompte het naar de goot, de wasgoot, waar dus de koelies, het zand, loswoelden van het tin. Dus het procedé is overal hetzelfde. Zand, water en dan hou je tin over. Spoelen, spoelen, spoelen. Nou, je ziet al hoe diep dat ze in de kolling gingen. Hier al tot 30 meter diep. Hele spuitbaggers. En hier krijg je dus al de elektrificatie. Hè? Dus gingen ze over naar de elektriciteitscentrale die daar toen gebouwd. Dus zo ging dat proces steeds door.
En dat hield in dat er dan ook minder coulis nodig waren. Omdat het handwerk een beetje, ja, afloopt. Ik heb begrepen dat er ook in die tijd door de coulis nogal gebruik werd gemaakt van opium. Kunt u daar iets naders over vertellen? Ja, dat klopt. En degene die er het meest aan verdiende, dat was de toenmalige Nederlandse regering. Want die hadden het recht om opium te verkopen aan de opiumpachters. En die verkochten het dus weer aan de coulis. Maar het Nederlandse gouvernement, de Nederlandse regering, het was de enige die opium mocht verkopen en importeren. Dus ja, zo schoon zijn we niet. Nee. Maar wat vond daar de Billiton-maatschappij zelf van? Had hij daar geen moeite mee? Nee, de Billiton-maatschappij was daarop tegen. Want wat ik al gezegd heb, de Billiton-maatschappij was een herenmaatschappij. En die verzorgde haar werknemers, de coolies, de Chinese coolies, heel goed. Want ze kregen een contract van zeg maar 4 jaar... En dan werden ze gehaald en geworven hier in het gebied van Hongkong. En na 4 jaar gingen ze dus weer naar huis met, je ziet het, wat een spaargeld dat ze dus kregen om mee naar huis te gaan. En er ging zelfs een beambte van de Billiton-maatschappij mee om het spaargeld uit te betalen in Hongkong en Macau. En ze te beschermen tegen, nou ja, de aasgieren die dus ook mee wilden profiteren van dat spaargeld. Dus dat was echt een hele goede maatschappij voor die coolies. Ja. Dus ze werden gewoon goed betaald? Ze werden voor die tijd goed betaald. Want kijk, deze ging al naar huis met 300 per coolie, 396 gulden. Dat was in die tijd een groot bedrag. Nou, reken maar uit, dat is 1 euro of 1 gulden is nu gelijk aan 33 euro. Dus dat, zo moet je dat zien. Ja, ja. En er was een enorme golf van geld wat daar in Hongkong en Macau binnenkwam. Die mannen die waren gewoon rijk voor hun doen. Juist, ja. Nou, en echt onlusten zijn er nooit geweest, hè, op Billiton. Wel op Banca. Op Banca werden ze weer de Nederlandse regering. Op Banca werden de coolies niet goed behandeld. Wel op Billiton. Want op Banca werden nog wel eens dat ze gedeserteerden, maar Billiton niet. De enige oproer is geweest tussen twee bevolkingsgroepen. Die kregen ruzie met elkaar. Dat is de enige ruzie die dus de coolies op Banca of op Billiton veroorzaakten. Voor de rest werden ze gewoon goed betaald en goed behandeld. Dus het waren geen slaven. We staan nu bij een vitrine en daar is het een en ander uitgestald, zo te zien ook uit de goede oude tijd. Daar is vast ook wel iets over te vertellen. Ja, dit is de bewaartrommel van Laudon en die stamt dus uit 1851. Hierin bewaarde hij zijn aantekenboeken. Die trommel die komt uit het Nationaal Archief nu en die is nog nooit buiten het Nationaal Archief geweest. Dus dat is uniek dat hij dus hier tentoongesteld wordt. Nou, dit zijn dus de boeken, zijn aantekeningen. Nog een aantekeningen. En dit hoorde ook in de trommel. Dat is een linnen kaart van het eiland Billiton. En die kon je zo opvouwen dat die in dat foudraal paste. Dus dat is een linnen kaart en die past dan helemaal opgevouwen. Dus zo'n grote kaart is het bijna. In de foudraal. En dan gingen ze mee dus het eiland op om peilingen te doen en boren en noem maar op. En dan werd op die kaart aangetekend. Waarom werd dat trouwens in dat blik bewaard? Moeten we het zien als een soort van koffer? Of, Ja, inderdaad. Dat was om al zijn documenten te beschermen eigenlijk tegen de weersinvloeden. Van Billiton natuurlijk. Hè? Want ja, als het daar regent, dan regent het dus echt. Dus die is van 1851 tot nu bewaard gebleven. En dat is wel uniek. Wat voor schepen werden er bij de winning gebruikt? Voornamelijk emmerbaggermolens. En tegenwoordig is het dus wel ook met zuigers. En ze hebben in de eerste periode hebben ze ook nog wel met tinzuigers gewerkt. Maar dat was geen succes. Dus dan hebben ze eigenlijk naar aanleiding van het succes van Sinkep,
zijn ze dus ook tinbaggermolens gaan bouwen. Die werden dus gebouwd bij Konrad Storik en bij de Gusto, Verschuren. Die werden ter plaatse gebouwd en niet geklonken en gelast, maar ze werden met bouten en moeren vastgezet. En als ze klaar waren, dan werd elk onderdeeltje genummerd. Daarna werd die uit elkaar gehaald en in de rimboe weer opgebouwd. Dus... Is het zo dat in die tijd dat eigenlijk een heel nieuw project was in die zin dat men voor het eerst dit soort baggermolens bouwde speciaal voor de tinwinning? Nee, want dat was al eerder gebeurd en vooral in Nieuw-Zeeland en Australië. Dus wij lopen weer een beetje achteraan. Hè? Maar deze werden in Nederland gemaakt? Ja, deze werden dus in Nederland gemaakt. Voornamelijk in Haarlem. Heel raar, Haarlem. Maar daar werden ze dus gebouwd. Bij de Konrad Storik. Uit elkaar gehaald. En dan werden ze dus in delen naar Nederlands-Indië gebracht. En daar midden in de rimboe weer opgebouwd. Ja. Dus dat is een hele klus. Ja. Want ze werden nog niet over zeven gesleept. Dat is later begonnen. Ja. We hebben hier, dacht ik, ook een model in de buurt staan. Het ziet er heel indrukwekkend uit. En dat is vast een van de nieuwere modellen, als ik het zo bekijk. Nee, dat is een van de oudste. Een van de oudste? Ja. Oh. Dit is een van de oudste modellen. Dit is de Landje. En je ziet hier dus al het proces, hè, met, net als een emmerbaggermolen. En daar heb je dan een draaiende trommel met gaatjes. Nou, het zand en het tin, dat wordt opgebaggerd. Gaat door die emmer, door die draaiende trommel. En het zand en het tin, dat komt in schutzeven. En de grote stukken, boomstammen, stenen, die gaan daarachter weer terug in de... Ja, dat is dus de afval, zou je kunnen zeggen. Dat is afval. Nou, die jigs die zorgen ervoor dat het zand van het tin gescheiden wordt, want tin is zwaarder. En dat spoelde dan hier door die goot ook weer weg. En dan bleef de tin over. Je ziet hier in dat bovenste schaaltje, zie je dus het zwarte tin, hè, die korreltjes. En als het gesmolten wordt, dan krijg je dus die kleur. Wat er wel opgebaggerd werd met tin, waren ook goudkorrels. He, dus dat zagen ze dan op die jigs, de zwarte tin. En dat gele goud, dat zagen ze glinsteren op dat tinbed. Dus die mannen, die pikten dan al die korreltjes ertussenuit. En dat is nou wat ze noemen de matschudding. Ja. He, dus dat is een Sliedrechtse benaming, matschudding. Maar dat komt eigenlijk daar vandaan. Ja.